Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken. Ik heb deze week even totaal wat anders. Ik ben namelijk druk, druk, druk bezig met mijn hobby. Namelijk exoten. Ja, nou, wat zijn dat? In mijn geval is dat een Python regius, oftewel een koningspython. Ik heb verschillende Brachypelma, dat zijn vogelspinnen. En ik krijg ook nog nieuwe soorten, maar daar ga ik jullie een andere keer meer over vertellen. Waar ik het nu over ga hebben is de versicolor. Nou, wat dat precies is, zal je ook nog uitleggen. Maar het feit dat je dit filmpje al kijkt, betekent of dat je mij volgt. Top! Of dat je geïnteresseerd bent in een snelle en goedkope huisvesting voor de versicolor. Nou, dan gaan we het eventjes in stapjes uitleggen. Oké, wat heb je nodig? Ik ga in ieder geval mijn avicularia, mijn versicolor, ga ik verhuizen. Ze heeft al mooie webben gemaakt. Je kan het niet heel goed zien. Ik heb voor haar dit nieuwe bakje. Die is lekker hoog, dus ze kan ze lekker in klimmen. Ik zal zo nog eventjes de takken erbij pakken. Ik heb hier vast mijn substraat klaar liggen. Dat is gewoon... kokossubstraat, zeg maar, die je voor planten gebruikt. Doe je water bij. Lekker vochtig. Handig. Ik krijg ook nog andere spinnen. En daar ga ik ook alvast mijn huisjes voor inrichten. Dus daar heb ik deze bakjes voor klaargezet. Nou, wat heb je nog meer nodig? Een vork en een aansteker. Waarom? Dan kan je gaatjes prikken. Want ja, je kan het hier niet goed zien hoor. Zoals je ziet. Zoals... ja, je kan het niet zien. Hier. Daar zit ook al een gaatje en daar. En het handigste om dit te doen is dus met een vork of een ander scherp object. Zodat je niet plastic kapot maakt. Wat je dan nog meer nodig hebt is een doek. Dit heb ik allemaal van David Guzman. Ik weet niet hoe het uitspreekt. Sorry David. Heb ik dit allemaal geleerd. Dus een doek om dan de stukjes plastic die er vanaf komen weer weg te vegen. Anders dan krijg je dat er natuurlijk op. En ik doe even de afzuigkap aan. Want het is niet helemaal handig om met je hoofd boven zo'n bakje te hangen als je hem, zeg maar, gaat verbranden. Nou, ik ga even proberen om dit te doen terwijl ik aan het filmen ben. Maar als dat niet lukt, dan maak ik er nou even foto's. A few moments later. Nou, zoals je kunt zien, deze ga ik absoluut niet meer gebruiken om van te eten. Slecht idee. Gewoon apart houden met de rest van je spulletjes. Ik heb gaatjes gemaakt in de zijkanten, maar ook in de bovenkant. Ja, ze zijn niet heel netjes, maar het zijn gaatjes. Zodat je het vocht, want warmte dat stijgt natuurlijk op. Het vocht wat dan opstijgt, zeg maar, dat kan dan ook nog weg. Dan wordt het niet een hele natte boel. Wat ik wel heb gedaan, en ik weet niet of je dat hier goed kan zien. Ja, in dit deel heb ik niet te veel gaatjes gemaakt. Aangezien ik het fijn vind om aan één kant, als het nodig is, het terrarium te sprayen. En dan ook dat er een paar druppeltjes blijven hangen. Voor het geval dat ze nog even wat willen drinken, zeg maar. Nou, ik ben lekker slim geweest. Ik heb geen deksel van dit bakje. Dus ik ga dit bakje gebruiken voor mijn versicolor. Wat ik doe, dat is belangrijk. Hoogte creëren.
Hoezo hoogte? Dat is bij deze heel belangrijk. Het is namelijk een boomsoort. Nou ja, en je raadt het al, wat doen boomsoorten in bomen klimmen? Heel goed. Nou, ik zet een paar stokjes tegen elkaar aan. Even kijken, zo. Nou, dit zijn allemaal gewoon kleine stokjes, die heb ik hier vanaf gebroken. Die komen bij mijn python vandaan, maar die sloopt alles. Nou, wat je dan nog kan doen als je dat leuk vindt, ik ben er zelf niet zo heel erg fan van. Ik heb dan nu een paar nepplantjes. Die gooi je er gewoon even tussen. Zo, lekker in de aarde. Hoppakee. Kijk. Nou. En ja, even goed neerzetten dat het dekseltje er nog op kan. Dat is wel belangrijk. Nou, ze zijn dus erg goed in webben maken. Dus daar moet je een beetje mee uitkijken. Maar nu heb je dus het bakje. En dan gaan we nu door met mijn little one. Niet vergeten, een versicolor, die rent, die springt, hartstikke druk. Dus zorg ervoor dat je goed oplet. Ik denk, daar komt ze al. Meestal zou ik haar gewoon meteen... Ja, dat doe ik nou ook. A few moments later. Nou, ik moest even allemaal aandacht erbij hebben. Maar ze zit erin hoor, eindelijk. Dit is het bakje. Ik doe meteen even de deksel erop, want zoals ik zei, ze klimt als een malle. Hop. Dicht. Die kan er niet meer uit. Ze is meteen weer omhoog geklommen. Dit was haar oude bakje. Nou, kan je meteen een mooie webwerk zien waar ze dan de laatste tijd in gezeten heeft. Ja, een soort mini takje heb ik erbij gedaan. Maar zo heb ik haar gekregen. En nu zit ze zo. Nou, dat was het dan. Heel erg bedankt voor het kijken. Ja, het is heel wat anders dan wat jullie van mij gewend zijn. Ik heb ook echt geen make-up op. Niet dat het heel veel boeit. Maar ja, zo zie ik eruit als ik eventjes niet Miss Litwine ben. Bedankt voor het kijken en ik hoop tot de volgende keer. Hebben jullie nog vragen? Stel ze dan hieronder. Dank je!